zonder echt te strak te zijn als een 20-jarige. Maar gewoon wat bij mijn leeftijd past. Ja, ik vind het echt super mooi. Heel tevreden. Dit is Eileen en ik ga straks behandelen aan haar kin en aan haar mondregio. Om ervoor te zorgen dat er net wat meer volume komt en net iets meer stabiliteit aan haar mondregio en de lippen ietsjes groter worden. Met het ouder worden gaat alles toch een beetje zakken. Ik word 55 jaar en ik merk ook dat ik meer met mijn mond ga trekken. En dan met name in de avond zie ik gewoon heel erg dat het hier wat slapper is. En zeker als ik moe ben. En dat was voorheen niet zichtbaar. En met deze leeftijd nou net wat meer. Dus dat wil ik gewoon heel natuurlijk een beetje weg hebben. Hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat zij dus meer mobiliteit of beweging heeft in de mondregio en dat de lippen in verhouding wat kleiner zijn? Nou, dat komt omdat haar onderkaak een heel klein beetje naar achter staat. Eileen heeft Surinaams-Chinese roots. En wat je daarbij valt vaker ziet, is dat de kin- en tandcomplex wat verder naar achter staat. Dan kan je mond een beetje openen. Dat zie je hier ook. Je ziet nu schuift ze nu je tanden op elkaar. Ja. Je ziet dat haar boventanden een stuk verder naar voren komen dan de ondertanden. Nou, wat daardoor gebeurt, is er een relatief tekort aan volume in de kinregio. Waardoor de spier, de kinspier, de mentale spier, maar ook alle spieren rondom iets meer gaan aanknijpen. Nou, dat gebeurt er, maar wat er ook gebeurt, doordat de kin wat verder naar achter staat, krijg je relatief huidoverschot bij de wang. Dus wat we gaan doen met de behandeling, gaan we de support in de kinregio verbeteren. En door daar volume te plaatsen, zie je dat dat vermindert. Maar wat je ook ziet, is dat er meer support komt van de lip, waardoor de lip ook steviger wordt. En door dat te combineren met lipfillers, zie je dat je een mooiere en stevigere lip krijgt. Kunnen de mondhoekjes minder naar beneden komen en zul je zien dat die beweging veel rustiger wordt van de mond. Als je nu naar de kin of de mondregio van Eileen kijkt, wat mij dan opvalt is dat hier een groef zit. Dit stukje valt een beetje in de schaduw, valt een beetje meer naar binnen. En wat me opvalt is dat de ronde kinspier meer aangespannen is. Dus dat hij een beetje dat doet. Hij duwt de kin wat omhoog en zorgt ervoor dat de kingroef wat dieper wordt. Nou, wat nou het doel is van de behandeling, is om meer support te bieden aan die hele mondcomplex aan de zijkant, waardoor de mondhoek wat omhoog komt, maar ook een slik is. Die hele spierbeweging die je ziet bij slikken, dat die vermindert en dat het wat rustiger wordt. En dat de mondhoek wat omhoog komt. Het doel van de filler in het midden is om die spier wat meer tot rust te brengen en support te bieden aan de lip. Zoals je nu ook ziet, zie je de lip wat omhoog komen. En hoe ik dat ga doen is door fillers te plaatsen diep op het bot. Deze plekken. Wat je daarmee bereikt is support voor alle spieren rondom de mond. En ik ga wat fillers plaatsen in de kin, ook diep op het bord en een beetje daar op het midden. En door die combinatie zorg je ervoor dat er meer support komt van de kinregio. Dat is de eerste stap. En als tweede stap wat ik ga doen is ga fillers plaatsen in de lip. En dat ga ik met een canule doen. En waarom met een canule? Omdat ik dan net een veilige behandeling heb en een kleinere kans op blauwe plekken. Ik hoef bij Eileen ook niet heel veel projectie te geven. Ze wil geen volle ronde lippen hebben, wat de jongere meiden soms willen. Maar ze wil gewoon net wat meer volume. En dan is een canule gewoon veel beter dan een naald. Dus dat ga ik doen vanaf de zijkant, vanaf daar en aan de andere zijde vanaf daar. Wat ik ga doen bij Eileen, ik ga beginnen met fillers diep op het periost van de kin. En dat ga ik doen met Juvederm Volux. En waarom met Juvederm Volux? Omdat het een dikkere filler is die meer de consistentie heeft van het periost van het bot. En dan krijg je dus meer lift van dan als je een zachtere filler zou gebruiken. De eerste plek is wat meer lateraal. Ik aspireer om er zeker van te zijn dat ik niet in een bloedvat zit. En ik plaats 0,15 milliliter filler. Ja. Dat is de eerste plek. De tweede plek
doe ik hetzelfde. Op periost, ik aspireer. Lang genoeg om zeker te weten dat ik niet in een bloedvat zit. En ik introduceer weer 0,15 milliliter. Zoals je ziet heb ik nu 0,3 milliliter gebruikt. Wat ik nu doe, nu modelleer ik de filler meer naar mediaal. En verspreid ik hem over het periost om zo'n egalere verspreiding te krijgen. Mooi, hè? Je ziet het meteen. Ik heb nu 0,3 milliliter gebruikt. En wat ik nu ga doen, ik ga hier nog net iets medialer, ook nog 0,1 milliliter plaatsen. Zelfde actie. Introduceer mijn naald. Aspireer. En introduceer 0,1 milliliter Juvederm Folux. Ik doe weer hetzelfde. Ik modelleer de filler onderhuids. Ik gebruik er best veel kracht voor, want het is een dikke filler. Dat wil je ook op deze plek, maar daardoor moet je ook wat harder duwen om te verplaatsen. Wat je ziet, doordat ik die filler hier heb geplaatst, is dat dit zachter doorloopt. Wat je ook ziet, dat die deuk die hier zit, die is daar nu nagenoeg weg. En dat dit wangcomplex veel egaler doorloopt. Wat je ook ziet, is dat ze hier eigenlijk nog net een klein beetje nodig heeft. Hier zit nog een kuiltje. Dus dan ga ik nog 0,1 milliliter plaatsen. Aspireer weer. En plaats 0,1 milliliter. En ik leg deze even weg. Gaat het goed? Mm-hmm. Doet het pijn? Nee. Dus dat is de grap van de behandeling. Natuurlijk voel je de prikjes al. En Eline is misschien aardig dat ze zegt dat ze echt geen pijn voelt. Maar het valt wel mee, de pijn van de prikjes. En daar zijn mensen toch wel vaak wel bang voor. En terecht, want mensen zijn gewoon bang voor prikjes. Vaak vanuit hun jeugd of van andere momenten. Maar de prikjes die wij geven, die voel je nagenoeg niet. Maar je ziet dat deze lijn veel mooier doorloopt. Dus zeker als je dat vergelijkt met de andere kant. Hier zie je ook nog veel meer wanglijntjes. Die zijn daar ook een stukje minder geworden. Maar wat je ook ziet is dat de lip hier een stukje omhoog is geduwd. Als je het vergelijkt met daar hangt die iets meer. Zo. En dan hier komt die een stukje omhoog. Je ziet als een kusbeweging maakt dat die lip hier veel coherenter beweegt. Dus dat die mooier naar binnen gaat. En dat die hier een beetje naar buiten komt en veel minder als een kuslip beweegt, ontspannen nog eens, en kussen, en ontspannen. Dus dat komt er ook omdat die filler hier meer support biedt, eigenlijk zoals het was misschien 10, 20 jaar geleden. En dat is toch ook echt volumeverlies die optreedt tijdens de veroudering. Dus de behandeling die ik net aan de rechterkant heb gedaan, ga ik aan de linkerkant herhalen. En wat ik nu doe, ik ga eerst weer even masseren, of modelleren. En het zal je opvallen dat je, als je goed modelleert en goed kijkt, dat je links en rechts niet altijd hetzelfde behandelt. Simpelweg omdat de anatomie links en rechts verschillend is. Wat Eline nu merkt, is dat haar onderlip totaal verdoofd raakt. Er loopt een zenuwtje, loopt vanaf je onderkaak naar je lippen toe. En dat zorgt ervoor, doordat er lidocaïne in de gel zit, de lokale verdoving zit in de gel, dat zorgt dus voor dat de hele lip nu verdoofd raakt. Dat is ook een van de redenen dat je nagenoeg niks voelt van de behandeling. Ja, dus een reden dat de focus van het volume wat meer lateraal ligt, nu nog, is omdat hier een spier loopt, het is de depressor anglioris, dat is de mondhoekspier, en die trekt de mondhoek naar beneden. En doordat ik daar filler onder leg, geef je meer support en gaat hij minder trekken. Dus
je brengt, in de zekere zin breng je de mondhoekspier tot rust, waardoor die minder goed naar beneden trekt. En dat de mondhoek daardoor omhoog komt. Dat is één, dus daardoor krijg je meer rust in dat spiercomplex. Maar ten tweede zorg je ervoor dat de overgang van de wang naar de kin vloeiender verloopt. En het is heel belangrijk dat je die filler diep op het bot legt en niet oppervlakkig. En waarom? Je wil die filler onder de spier leggen, als zijnde dat het de onderkaak echt wat groter wordt, in plaats van oppervlakkig over de spier, want dan verandert je spierbeweging negatief als je het oppervlakkig legt. Bij deze kant zie je het nog beter dan aan de andere kant, dat haar mondhoek gewoon een heel stuk omhoog is gekomen. Dus dat die spier die hem naar beneden trekt, zo doet het tot rust is gekomen, dat die mondhoek vanzelf al een stukje omhoog is gekomen. Wat ik nu heb gedaan, ik heb wat volume geplaatst aan de zijkant. Een beetje als je naar de CK of de MD Coach kijkt, is dat C1 een beetje en C3. En wat ik daarmee bereikt heb, is dat er meer support is van die mondhoek. Wat je nog wel ziet, is dat die mentale spier, die kinspier, nog best wel aangespannen is. En wat je ook ziet, is als je naar de verhoudingen kijkt, zie je dat haar kin net te breed is. Dus je wil dat de breedte van de kin ongeveer de breedte van de neus heeft. En daarmee wil je dat die net ietsje smaller wordt. Niet veel smaller, wat soms ook mode kan zijn om een puntje te maken. Dat vind ik niet natuurlijk, maar jij mag net ietsjes smaller en iets meer projectie geven. Nou, is dat per se nodig? Nee, want ze heeft eigenlijk wat dat betreft een redelijk goede kin. Maar wat je wel wil bereiken, is dat die kin net iets naar voren komt, en zeker in het zijaanzicht. Je ziet in het zijaanzicht heel duidelijk dat die kin wat omhoog krult. En wat ik wil bereiken met fillers eronder, dat die wat minder omhoog krult. En dan ga ik hier oppervlakkig nog wat fillers leggen, waardoor er nog meer support komt. Als je analyseert, is dit ongeveer het middelste punt. Daar ga ik de filler dus niet plaatsen, maar waar ik hem wel plaats is net 5 mm links en 5 mm rechts ervan. Dat is om op, ook als je weer naar de codes kijkt, is dat C2 meer projectie te geven, maar ook support aan de mentale spier. Ik ga één prikje op C4 plaatsen om daar meer projectie te geven. En ik ga support geven aan C1. Om meer support te geven aan die hele plooi, dat die plooi er wat uitgeduwd wordt. Daarnaast ga ik een klein beetje support geven aan de zijkant. En dat is JW5, JW4. En wat ik daarmee bereik, is dat doordat hier meer support komt, dat de hele kinregio wat meer support krijgt. Maar ik begin met C2. Mag ik kin iets omhoog houden als dat lukt? En leg ik een bolus van 0,15 milliliter. Ik voel aan de onderrand voel ik het periost, het bot. En ik aspireer, heb ik net gedaan. En ik introduceer nu 0,15 milliliter Juvenem Volux. Dat is 1. Ik aspireer. En introduceer 0,5, 0,10, 0,15 milliliter. Ja. Nu hetzelfde als wat ik net deed, modelleer ik de filler. En soms is de gedachtegang dat de filler zijn eigen weg vindt. Nou, persoonlijk geloof ik daar niet in. Je moet die filler modelleren in de vorm hoe jij hem wil hebben. Mag je kin, dat is goed zo. Nu ga ik C4 behandelen. Hop. Ik aspireer weer en introduceer 0,1, 0,15 en 0,2 milliliter. Het modelleren van deze filler is soms wat moeilijk, want het is een stevige filler, dus vaak ga ik even achter staan. En veel meer kracht zetten en de filler in de juiste positie duwen. Het punt is, als je dat nu niet doet, dat is op het moment dat je ermee wacht, dan wordt het steeds moeilijker. Dus nu is het nog best wel
goed te doen, het modelleren. Maar het unieke aan Juvederm Folux is dat het juist heel krachtig is en heel stevig is. Dus daarvan mag je ook verwachten dat het na een paar dagen gewoon heel moeilijk wordt om te modelleren. Ja. Dat is mooi, hè? Leuk. Kijk, wat je nu heel duidelijk ziet, is dat hier nog een soort van deukje zit. Hier zit nog zo'n klein deukje in de kin. Daar en daar. Dus dat is toch iets meer JW4. Net zei ik JW5, JW4. Maar uiteindelijk komt erop neer dat ik op JW4 nog een klein beetje support neerleg. Moet je ook een klein beetje draaien. Dus wat je hier ziet is een heel klein deukje. Dus je ziet dat het daar wat voller is. En daar zie je net een klein deukje ontstaan. Dus wat ik doe, ik leg het precies op het randje. Leg ik 0,1 milliliter Juvederm Folux neer. Eén en daarnaast nog eentje. En wat ik met mijn andere vinger doe, deze vinger, ik duw best wel hard om ervoor te zorgen dat de filler niet omhoog gaat. Dat het dus echt op die plek blijft zitten. En nu doe ik hetzelfde als ik eerder deed, ik modelleer de filler. En wat ik doe is, mijn wijsvinger hou ik aan de bovenzijde, mijn middelvinger aan de onderzijde. En vervolgens duw ik de filler in de juiste vorm. En hetzelfde als aan de andere kant, ik aspireer eerst. Ja. Dus zoals je ziet, ik weet niet of je het kan zien op de video, zie je de filler een beetje zitten. Nou, dat is niet erg, want daarvoor modelleren we het ook. Wat ik nu ga doen is, ik heb nog 0,1 milliliter over en die ga ik gebruiken hier op C1 in de diepte om net die groef wat minder scherp te maken. Dan ga ik 0,05 per kant plaatsen. Je voelt er niet veel meer van, ook omdat het verdoofd is. Dus hoe meer je naar mediaal komt, naar het midden van het gezicht, hoe gevoeliger het eigenlijk is. Maar doordat dat je eerst aan de zijkanten behandelt, dat is ook een andere vraag waarom je aan de zijkant begint. Dan is de mediale zijde, de binnenzijde, is al meer verdoofd. Om de bovenlip met een canule te behandelen, ik gebruik een 25G canule. En de filler die ik gebruik is Juvederm Folift. Voor Bella zou net te dun zijn om goede projectie te geven. En Voluma is veel te dik voor de lippen, die gebruiken we eigenlijk nooit. Ik heb het al een klein beetje verdoofd aan de zijkant, dus waarschijnlijk ga je dit niet voelen. Doet het pijn? Mm-mm. Ik heb het verdoofd met lidocaïne zonder adrenaline, dus dat zorgt ervoor dat het soms een klein beetje meer bloedt. Je mond een beetje open houden. Nu introduceer ik de canule. Ik zit nu daar met mijn canule. Iets meer naar mediaal. Dus voor de duidelijkheid, de lip, het middenste gedeelte is niet verdoofd. Maar is het pijnlijk, Eileen? Een beetje. Ja, dus je voelt het wel echt. Ja. Dat verwacht je ook wel. Nu zit ik eigenlijk op de midlijn en trek heel langzaam mijn canule terug. Terwijl ik de filler introduceer. Een retrograde behandeling heet dat. Ik heb nu 0,15 milliliter geïntroduceerd. Ik trek iets meer naar craniaal, iets meer onder de vermilion border. En ik krijg hier wat meer weerstand. Dat zie je net niet op de video, denk ik, of wel? De hand zit ervoor. Je ziet het wel, je ziet de naald ook. Mooi. Nu kom ik 1 milliliter. Dus ik heb nu in totaal 0,25 milliliter in de bovenlip geplaatst. En dat is ook genoeg. Wat misschien niet helemaal zichtbaar was op de camera, maar wat wel heel duidelijk moet zijn, is dat het grootste gedeelte van de filler komt de breedte van de neus en niet te ver lateraal. Zeker niet in de bovenlip. Het is ook helemaal afhankelijk van wat voor vorm je wil creëren. Kijk, de onderlip is wat meer verdoofd dan de bovenlip.
Was dat gevoelig, Eline, onderlip? Minder. Ah, ja. Ik ga hier iets verder naar lateraal, naar de zijkant. Ik heb nu 0,1 milliliter gebruikt in de onderlip. Nu 0,2 en het laatste beetje, 0,1 ga ik helemaal lateraal plaatsen, helemaal aan de zijkant, om support te bieden tegen de DAO, de depressor anglioris, tegen de mondhoekspier, om dat mondhoekje wat omhoog te duwen. Ja. Wat er nu is gebeurd, we hebben die kin behandeld, daardoor is er meer support ontstaan van de lip. En we hebben de linkerkant van de lippen van Eline behandeld, waardoor je ziet dat die lip gewoon veel mooier omhoog komt te staan, maar dat deze lijn echt perfect doorloopt. En maak ze een kusbeweging. Dan zie je dat die lip ook iets mooier naar buiten klapt bij het kussen, in plaats van dat hij hier een beetje een gekke beweging maakt. En wat heel belangrijk is, is dat het er natuurlijk uitziet. Dus ik heb een klein prikgaatje gemaakt met een 25G naald. Ik gebruik nu ook een 25G canule. Moet je mond een klein beetje open houden. En om die canule goed te introduceren, gebruik ik altijd ook mijn andere hand om de huid strak te trekken. Ik heb net de bovenlip behandeld, nu ga ik de onderlip behandelen. Moet je de mond een beetje open houden. De reden dat ik vraag dat Eline de lip een beetje open houdt, is dat ik dan weet dat ze de spieren wat meer ontspant. Dan is het gewoon veel makkelijker om in de juiste laag te komen. En vooral bij lippen is de diepte van de behandeling heel belangrijk. Dus het resultaat is totaal afhankelijk van hoe diep je en in welke laag je de filler plaatst. Nou, wat we hebben bereikt met de fillers is dat er veel meer support is ontstaan van de onderlip, of eigenlijk de hele mondregio, waardoor je ziet dat ze die mondspier minder aanspant. Maar wat vooral heel mooi is, dat je ziet dat die mondhoeken wat omhoog zijn gekomen en die lippen een stukje steviger zijn geworden. Niet zodat je echt kan zien dat ze behandeld is, maar gewoon dat ze natuurlijk mooi en vol is. Wat ook leuk is om te zien, ze is net behandeld en er zit geen make-up op. En natuurlijk zie je wel een klein beetje roodheid, maar het is niet zo dat nou iedereen kan zien dat ze behandeld is. Dus ze kan in principe kan ze weer de dagelijkse activiteiten hervatten. Maar al met al denk ik dat het een heel mooi resultaat is. Dankjewel. Geen dank. Ja, ik ben heel blij. Ik vind het echt heel natuurlijk. Precies eigenlijk zoals ik het wilde hebben. Meer volume ook weer een beetje in de lippen, zonder dat het onnatuurlijk is. Zonder echt te strak te zijn als een 20-jarige. Maar gewoon wat bij mijn leeftijd past. Ja, ik vind het echt super mooi. Heel tevreden.